dat het nu al zo spannend kon worden. Een geheim in het kasteel? Nou, ik weet van niks hoor. Gelukkig is Regelpiet onderweg naar de pieten van de staf van Sinterklaas. Jongens Piet, meisjes Piet en kleine Piet, die hebben vorige week het mysterie opgelost. Ik regel het al. Zij willen maar al te graag een avontuur beleven. Pieter, hou niet, zeg jullie. Jullie raden nooit wat er is gebeurd. Mogen we een gokje wagen? Ja, gokje wagen. Leuk, doe maar. Er is een lampje in de kroonluchter rood gekleurd. En er is een stukje perkament omlaag gevallen met daarin instructies om een geheim in dit kasteel te ontrafelen. En nu aan onze vraag of wij dit mysterie willen oplossen, toch? Ja, hoe weten jullie dat? Dit, nou, we hebben jullie een klein beetje afgeluisterd. Oh, joh. Oh, wacht eens even. Regelpiet. Lees dat rijpje nog eens voor. Oh ja, natuurlijk. Even kijken. Sinterklaas weet vast niet meer waar het ligt. Jullie kunnen hem helpen, maar dat kan alleen via het rode licht. Pas als deze kroonluchter rood is gekleurd, weten jullie allemaal wat er hier in het verleden is gebeurd. Sinterklaas? Maar is hij iets kwijt en rode kroonluchter rood gekleurd? Ja, rood gekleurd, het staat er echt. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, simpel. Kwastje, werf. Nee. Ja, nou, dat gaat zo niet hoor. Nee, we moeten maar even naar de kroonluchter toe gaan. Ja, goed idee. Volg mij, Pieter. Kom op, kom op. Kom op deze kant uit. We hebben een stuk perkament. Een mysterie en ik heb aan jullie gevraagd. Kom op, kom. Nou, deze kroonluchter moet dus rood worden gekleurd. Rood? Ja. Oké. En dan? Ja, en dan komen we achter het geheim van Sinterklaas. Heeft Sinterklaas een geheim? Ja, nou, daar komen we dus alleen achter als alle lampjes op de kroonluchter gekleurd zijn. Oh, Regelpiet, mag ik even jou het perkament even? Dankjewel. Hé, hey, er staat ook een tekening van een rood pakje op. Een rood pakje? Ja. Rood. Rood pakje. Oh, ik denk dat ik het door heb. Ik denk dat we allemaal rode voorwerpen moeten verzamelen en onder de kroonluchter moeten zetten. Zo... Oh, rood. Dat is een goed idee. Ja. Weet je wat? Ik ga het hele land in op zoek naar rode spullen. Opzij! Ik regel het wel! Ja. Of we moeten allemaal rode spullen verzamelen binnen het kasteel. Lijkt me wel logischer. En Pieter, zijn we klaar voor een nieuw avontuur? Oh, je hebt al zin in een spannend avontuur! Nou, daar gaan we! Piet! Je hoort hem wel! Maar je ziet haar niet! Oh, je kent ons niet! Oké, waar gaan we beginnen? Een avontuur? Wat leuk! Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik kan niet wachten. Jullie ook niet? Tot morgen. Vond je het ook zo'n geweldige aflevering? Abonneer je op ons kanaal. Geef even een duimpje. Want ik zit altijd toe voor dit soort dingen. Joehoe. Encore. We want more. Tot snel bij de volgende stap van Sinterklaas. Wat zeg je? Die is morgen al.